De meteorologische lente is op 1 maart al begonnen, maar de astronomische lente die begint op 20 maart. Om 16:33 staat de zon loodrecht boven de evenaar. Over de hele wereld zijn dag en nacht dan ongeveer even lang. Dat betekent dat de periode dat de zon boven de horizon staat ongeveer even lang is als de periode dat de zon onder de horizon staat. In Nederland is het verschil zo'n 10 minuten met een voordeel voor de dagperiode. De astronomische zomer begint dit jaar op 21 juni om 10:14. De zon staat dan loodrecht boven de kreeftskeerkring. We beleven op het noordelijk halfrond dan de langste dag. En daarmee bedoelen we dat de zon het langst boven de horizon staat. Op de zomer zelf moeten we dus nog even wachten, maar de zomertijd gaat deze maand wel in. Op 27 maart moeten we om 2:00 s'nachts de klok een uurtje vooruit zetten. Klein ezelsbruggetje, voorjaar is vooruit. Als de zomertijd is ingegaan, kun je met geluk in de vroege ochtenden een mooie samenstand zien van de planeten Venus, Saturnus en Mars. Op 28 en 29 maart is het fenomeen laag aan de zuidoostelijke horizon te zien, rond een uurtje of 7 's morgens. Wel moet je echt heel laag kijken, zorg dat je open zicht hebt en het moet natuurlijk niet bewolkt zijn. En met een beetje geluk kun je de 28ste ook nog een zeer dunne maansikkel zien.